Amsterdam en het slavernijverleden. De twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De stad was vanaf het begin van de late 16e eeuw tot en met de 19e eeuw betrokken bij de slavenhandel en de slavernij. Maar hoeveel zie je terug van dit verleden in de stad? En hoe groot was het aandeel van Amsterdam in de slavenhandel? Middelbare scholieren kruipen voor AT5 in de huid van journalist en gaan op onderzoek uit. In deze aflevering volgen we Philippa en Cameron van het Sint Ignatius Gymnasium. Opvallend weinig weten we eigenlijk over... Ik zelf heb namelijk geen idee of er vroeger in Nederland zelf mensen waren die slaven hadden of zo. Maar Amsterdam en slavernij is nog niet aan elkaar gekoppeld. Dus ze wisten dat hier VOC zat, dat zij rijk waren. Waarschijnlijk dus ook slaven hadden, maar het is niet echt aan elkaar gekoppeld in lessen. Dag Cameron en Philippa. Ik ben Stephanie van Gemert, hoofdeducatie van het Scheepvaartmuseum. En ik ga jullie zo welkom aan boord heten in het museum en aan boord van het VOC-schip, de Amsterdam. En ik ben heel benieuwd, welk verhaal vinden jullie nu dat niet mag ontbreken op het VOC-schip? Ik vind het wel interessant, want dit is echt zeg maar de Nederlandse kant en ook Amsterdam is juist echt zo groot geworden dat aan het ei zit en zo. Ik vraag me af hoeveel van Amsterdam... Hoeveel huizen zijn gebouwd met geld dat is gemaakt met slavenhandel, weet je wel? Ja, de hele binnenstad, al die pakhuizen waren gewoon bedoeld om daar je spullen in op te slaan. Die spullen die kwamen door de slaven. Of slaven in het pakhuis. Ik denk dat het echt best wel mogelijk zou zijn dat er een aantal mensen gewoon slaven hebben meegenomen uit andere landen. En gewoon in Nederland die hebben behandeld als honden en hun vieze klussen hebben laten doen. Ja, nee, klopt, maar niet in dezelfde verhouding, zeg maar. Niet in dezelfde, ja, nee. Het is zeker moeilijk te vergelijken met al die grote slaafkolonies in Indonesië. Ja, laat zien hoeveel we eigenlijk gewoon niet weten. Voordat we de scholieren op pad sturen, willen we ze graag iets beter leren kennen. Daarom duiken we de schoolbank in tijdens een les met geschiedenisleraar Mathieu. Hij heeft speciaal voor de leerlingen een stelling over het slavernijverleden bedacht, waar alle leerlingen over mee kunnen praten. Zoals jullie wel hebben gemerkt de afgelopen maanden, eigenlijk de afgelopen jaren, zie je dat de slavernijdiscussie heel verhit wordt gevoerd. Hè? Er zijn hele vele voorstanders die vinden van Nederlanders die moeten zich schuldig voelen omdat wat er vroeger gebeurd is. Terwijl er ook veel mensen die zeggen, het is wel heel erg wat er vroeger gebeurd is, maar daar hoef ik mij na al die tijd niet meer schuldig over te voelen, want ik heb daar persoonlijk geen schuld aan. Dus ik vroeg me af, wie zegt van, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens? Ik ben het er mee eens. Ik vind ook dat we moeten beseffen wat er is gebeurd. Maar ik vind niet dat ik mezelf schuldig moet voelen voor de daden die een ander heeft gedaan. Dat vind ik niet. Slavernij is iets van zoveel jaren geleden. De mensen die nu allemaal in Nederland leven, die hebben überhaupt in die tijd dat het nog gebeurde, hebben zij leven toen nog niet. En ik vind dat, ze hoeven zich er echt niet schuldig voor te voelen, want zij hebben daar... Zo eigenlijk niets mee te maken. Ze hebben niks gedaan. Vind ik dat ze het wel moeten respecteren. Ze moeten wel aangeven dat het... Ze moeten wel weten dat het is gebeurd. En niet doen alsof er niks aan de hand was ooit. Maar voel jij je persoonlijk, zeg maar, gekwetst als iemand doet alsof er niks is gebeurd, Cameron? Ik heb er geen echt persoonlijke pijn aan, maar het heeft wel een band met mij, zeg maar. En... Het maakt me zeker wel boos als iemand dat tegen mij zou zeggen. Of zo zou doen in een gesprek. Ik denk niet dat Nederland excuses moet maken, dat denk ik niet. Maar wel, je mag er wel voor zorgen dat mensen beseffen wat er is gebeurd. Daar ben ik het wel mee eens. Ik vind dat de mensen er niet op dit verleden niet trots moeten zijn natuurlijk. Dat zou heel erg zijn. Maar ik vind niet dat ze hier schuld aan hebben. En ja, voor mij is het een beetje moeilijk, want ik ben half Nederlands en half Surinaams. Dus ik heb een beetje die tweestrijd. We hebben het nu wel over grove misstanden van honderden jaren geleden. Maar er zijn nu ook nog misstanden met discriminatie. Dus we kunnen dat beter aanpakken dan dat we zeg maar er nu nog sorry voor gaan zeggen voor iets waar wij niet verantwoordelijk voor zijn. Het heeft zeker nog wel gevolgen gehad voor de maatschappij zoals het nu is. En impact over de hele wereld, voor donkere mensen overal. En mensen moeten er naartoe werken om dat ook op te lossen en die ongelijkheden weg te halen. Mensen moeten gewoon praten met elkaar. Mensen moeten elkaar met elkaar overleggen en elkaars kant van het verhaal begrijpen. Ik denk dat het heel lang gaat duren voordat er echt verandering komt. Want het heeft natuurlijk vele generaties is zo geweest dat zeg maar, mensen met een donkere huidskleur, dat ze zeg maar,
zeg maar, nadelig worden gezien. Ik denk dat het dus ook heel lang gaat duren voordat dat zeg maar verandert. Het soms lijkt alsof mensen als bang voor me zijn. En het is raar dat vanwege mijn kleur, dat mensen denken dat ik een andere, dat ik anders ben gewoon. En dat moet echt anders, dat moet veranderen. Ik vind het heel interessant ook qua de slavenschepen en hoe dat dan is op een schip en wat je daar dan van ziet. Ah, ik vraag me af of er nog dingen zijn met de VOC die wij op school niet hebben geleerd. Hoe je op zo'n schip zeg maar ziet van, qua slaven en hoe dat impact had, daar ben ik een beetje benieuwd naar. Of het juist een hele grote andere geschiedenis, een soort van tweede geschiedenis gewoon. Die we niet weten. Meestal zijn we de leerlingen, krijgen we gewoon in de klas dingen uitgelegd. Maar ik vind het wel leuk dat we nu ook echt zelf onderzoek mogen doen. Zelf mogen kijken van ja, dit vind ik interessant, hier wil ik meer over weten. Zelf vragen stellen. Dus ik vind het wel leuk voor de verandering. De leerlingen gaan op pad naar hun eerste interview. En bezoeken meteen het VOC-schip in het Scheepvaartmuseum. Hi. Hi. Nou, welkom. Bij het VOC-schip en bij het Scheepvaartmuseum. Ik ben Stephanie van Gemert, hoofdeducatie hier. En ik ben eigenlijk heel benieuwd als ik jullie hier zo op deze regenachtige steiger welkom heet. Wat jullie gedachte is als jullie hier het schip zien liggen. Op eerste gezicht ziet het schip er eigenlijk heel veel levendiger uit dan ik had verwacht. Er zijn heel veel kleuren en aan de voorkant zie je ook allemaal standbeelden. Terwijl iedereen die met de scheepvaart bezig was, had eigenlijk volgens mij helemaal niet zo fijn, of wel? Nou, het was niet een droombaan om als zeeman bij de VOC te gaan werken. Dus het was niet, je dacht, ja, ik ben 8 maanden van huis onderweg naar wat nu Indonesië heet. Ja, en je zat best wel in een bedompt ruim hier binnen. En dat kunnen we zo gaan bekijken, dus laten we gaan. Wat ik dacht is dat dit schip eigenlijk vooral werd gebruikt voor handel in onder andere specerijen. En nu zie ik hier allemaal van die grote kanonnen staan. En nu vraag ik me af dus waarom er eigenlijk zoveel kanonnen waren op dit schip. Want het was toch geen oorlogsschip? Het was een handelsbedrijf. Hè? De VOC wilde handel gaan drijven. Maar je moet je ook voorstellen, ze kwamen in Azië. En dan moesten ze bevechten dat ze daar handel mochten drijven. Dus de VOC nam ook soldaten mee. Was dat dan zeg maar bevechten tegen de lokale bewoners of tegen andere schepen of andere landen die daar handel wilden drijven? Alle twee eigenlijk. Een voorbeeld is dat de VOC in 1621, dat is precies 400 jaar geleden dit jaar, op Banda, op de Banda-eilanden in de Indonesische archipel, veel geweld heeft gebruikt en daar eigenlijk de bevolking heeft vermoord. En dit was iets waarvan de VOC zei, we willen nootmuskaat verbouwen op Banda en daarom gaan we dat geweld daar gebruiken. Werden er ook meer dingen verhandeld op deze schepen dan alleen maar specerijen? Er waren VOC-schepen waarop mensen werden vervoerd. En die mensen werden gezien als handelswaar. Dus mensen werden tot slaaf gemaakt en ze moesten aan het werk. En Banda is daarvan een goed voorbeeld, want daar had je de nootmuskaatperken. Het waren veelal Nederlandse mensen die stuurden tot slaafgemaakte op die perken aan. Die moesten ervoor zorgen, dat was heel hard werk, dat de nootmuskaat groeide. En inderdaad, in Azië was dus ook slavernij, er werd in mensen gehandeld. Kwamen er dan soms ook slaven mee naar Nederland? Ja, officieel bestond slavernij in Nederland niet en mocht je tot slaafgemaakte mensen ook niet meenemen. Maar het gebeurde wel. De specerijenhandel wordt dus veel meer belicht en wordt dus gezien als het succes van de VOC. Maar zijn ze niet allebei eigenlijk in gelijke mate uitgevoerd? De handel die ze dreven, die ging gepaard met geweld. En dat ging gepaard met hoe meer vraag er was, het geldt ook voor de WEC, hoe meer vraag er was naar suiker, dan moest er meer verbouwd worden. Dan nam de vraag naar mensen toe en dat hield elkaar in stand. Ja, ik vond het heel erg interessant en ik was natuurlijk al, ik ben hier al eerder geweest, maar dit was wel zeg maar nog wat dieper erop ingaan. Niet van oh leuk een schip, maar meer echt zo van en wat betekent dit schip dan? Ik had altijd eigenlijk gedacht dat het echt puur een schip was waar specerijen gewoon werd verkocht en werd verhandeld. Ik heb never nooit iets geweten van slaven. Ik dacht echt dat het puur op de WEC alleen gebeurde.
En dat was eigenlijk best wel schokkend. En ik zie nu de Gouden Eeuw eigenlijk een beetje als een zwarte eeuw. Iemand die nog veel meer kan vertellen over de Nederlandse slavernijgeschiedenis is cultuurhistoricus Nancy Jouwe. Zij is expert op het gebied van slavernij en schreef meerdere boeken over het onderwerp. We staan hier op de Weteringschans 28 en we kijken mooi uit op het Rijksmuseum. Waarom hier? Omdat hier twee hele kasten, grote kasten van villa's hebben gestaan. Eind 19e eeuw. Die staan er nu niet meer. Maar die villa's waren gebouwd voor meneer Adrianus Hartog. Die hier in de 19e eeuw woonde en heel rijk was geworden dankzij de nootmuskaatteelt op de Banda-eilanden in de Molukken. Dat gebeurde op plantages met slavenarbeid. Dus die twee panden konden gebouwd worden dankzij productie door slavenhanden. Zou je eigenlijk kunnen zeggen dat de slavernij is begonnen op de Banda-eilanden? Of zit het eigenlijk heel erg anders? Ja, nee, kijk, het slavernijsysteem is al eeuwen oud. Al sinds de Romeinen vond dat plaats. Maar als we het hebben over de Nederlandse rol in koloniale slavernij, ja, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat dat op de Banda-eilanden begon. En dan hebben we het over 1621, precies 400 jaar geleden, dit jaar, dat daar Nederlandse plantages met tot slaafgemaakte die door Nederlandse schepen gebracht waren, daar te werk werden gesteld. En dat is dus pas een paar decennia later ook aan de hand in bijvoorbeeld Suriname, zoals we dat natuurlijk vooral kennen. Op Banda, daar woonden natuurlijk ook mensen, maar waren die het zeg maar eens met dat hun eiland werd gebruikt voor nootmuskaat? Of hoe zat dat precies? Ja, daar zeg je eigenlijk iets heel pijnlijks ook, want uiteraard woonden er allerlei mensen op Banda, de gewoon lokale bevolking. Maar J.P. Koen, die heeft in mei 1621 het bevel gegeven om een aantal hoofden op Banda te vermoorden. En vervolgens werd het grootste deel van de lokale bevolking gewoon uitgemoord door de VOC. En waarom was dat? Omdat J.P. Koen eigenlijk niet tevreden was over dat de Bandanezen zich aan bepaalde afspraken niet zouden houden. En hij dacht, als het niet goed schiks kan, dan maar kwaad schiks. En dan halen we gewoon tot slaafgemaakte uit andere delen van de wereld. En de lokale bevolking werd voor een groot deel uitgemoord of is gevlucht naar andere delen. Vaak wordt gezegd dat de Nederlandse economie tijdens de Gouden Eeuw heel veel is opgebloeid dankzij het verhandelen van graan en specerijen. Maar hoeveel van deze handel is eigenlijk alleen maar mogelijk dankzij de slavernij? Het is zeker zo dat de graanhandel en dergelijke heel belangrijk waren. Maar slavenhandel was zeker ook niet onbelangrijk. Het verschilde eigenlijk heel erg per jaar en per periode hoeveel. En wat wel heel goed is, is dat heel veel bedrijven willen onderzoek doen precies naar die vraag van jou. Dus het is een heel goede vraag, maar waar nog relatief weinig onderzoek naar is gedaan. Nadat we hebben gehoord dat u ons heeft verteld dat de slavernij degelijk heeft meegeholpen met de bouw van de stad waar wij nu in staan. En met de bloei van de Nederlandse economie ook. Zou je dan durven zeggen dat Amsterdam eigenlijk een slavenstad is? Ja, dat vind ik wel een heel boude uitspraak. Maar het is wel een stad die heel erg is gegroeid en gebloeid dankzij slavernij. Een van de weinig tastbare herinneringen van de Nederlandse betrokkenheid in de slavernij is te vinden in het Rijksmuseum. Hier staat een model van het slavenschip De Witte Olifant. Valika Smulders, wetenschapper en hoofdgeschiedenis van het Rijksmuseum, neemt de leerlingen na openingstijd mee. Welkom allebei in het Rijksmuseum in onze Special Collections zaal. In deze zaal laten we een heleboel scheepsmodellen zien. En daar zit een heel bijzonder scheepsmodel bij. En dat is die in het midden, de Witte Olifant. We hebben veel scheepsmodellen waarvan we eigenlijk niet weten wat er precies op vervoerd werd. Maar van dit schip hebben we het vermoeden dat daar mensen op vervoerd werden. Sinds wanneer is er eigenlijk een vermoeden dat dit schip voor dit werd gebruikt? Ja, dat is nog niet zo lang. Dat is pas sinds een paar jaar eigenlijk. En tot nu toe wisten we eigenlijk van slavenschepen ook nauwelijks hoe dat aan de binnenkant eruit zag. We hebben eigenlijk maar één tekening in Engeland vanuit die context. De Brooks,
Daar is getekend hoe mensen in dat ruim neergelegd werden met elk maar 45 centimeter ongeveer die zij tot hun beschikking hadden. En je kunt je voorstellen, als er meer mensen vervoerd moesten worden, dan werd die ruimte nog smaller. Dus eigenlijk moeten we tot nu toe het heel erg doen met maar heel weinig beschikbare informatie om erachter te komen hoe dat nou plaats heeft moeten vinden. Wat zijn eigenlijk de kenmerken van dit schip dat aanwijst dat het een slavenschip zou zijn geweest? Ja, er zijn een aantal kenmerken die ons vermoeden hebben doen sterken. Dat is onder andere de naam, de witte olifant, die verwijst naar Afrika. Je ziet er ook de afbeeldingen van twee zwarte mannen op. Ook weer de verwijzing naar Afrika. Maar wat dat vermoeden heeft gesterkt is dat de romp extra breed en extra diep is. Wat wil zeggen dat je meer ruimte hebt om mensen liggend te vervoeren. Eigenlijk hebben we heel lang gedacht dat schepen gebouwd werden als koopvaardijschepen, heel algemeen. En dat ze dan als ze naar Afrika voerden, in Afrika werden omgebouwd tot slavenschepen. Dat er een extra dek tussen werd geplaatst, zodat je meer mensen liggend kon vervoeren. Maar nou blijkt dat er eigenlijk ook van meet af aan, al bij de bouw van een schip, onderscheid werd gemaakt tussen verschillende soorten schepen. Je had koopvaardijschepen, je had slavernijschepen en je had nog andere type schepen. Dus nu kunnen we beter gaan kijken naar, kun je al aan het schip zelf zien, niet alleen een toegevoegd dek, maar kun je ook aan de vorm van het schip zien of dit gebruikt is voor mensenhandel. En bij deze hebben we dat vermoeden. Andere schepen hebben twee masten, deze heeft er drie. En met die extra zeilen kan je dan toch weer wat je verliest aan snelheid, omdat die zo zwaar is, weer goed maken, zodat je ook weer binnen afzienbare tijd aan de andere kant van de oceaan bent. Dus om zo snel mogelijk aan de andere kant te zijn, is heel belangrijk, omdat daarmee de kans omhoog gaat dat je zoveel mogelijk mensen levend aan de andere kant hebt en ze dus ook kunt verkopen. Iedereen die sterft is verloren geld. Zou je dan niet denken dat ze eigenlijk ook goed behandeld moeten worden, zodat ze langer blijven leven, zodat dat dan ook meer geld oplevert? Ja, dat is een hele goede vraag. Het heeft te maken met een balans. Als een kapitein zijn mensen goed behandelt, komen er zoveel mogelijk levend over. Dat is waar. Maar je kunt ook redeneren, als je zoveel mogelijk mensen tegelijk in dat ene schip vervoert, heb je ook een grotere kans dat je zoveel mogelijk geld verdient als zij de andere kant van de oceaan halen. Dus het is een continu zoeken naar wat is nou het beste verdienmodel. Ja, dit kunstwerk heet La Bouche du Roi. En we stonden net bij een schipsmodel. Het is een historisch object. Maar eigenlijk kun je daar niet echt dicht bij de emotie komen van de mensen die als menselijke handelswaar beneden in de ruim van dat schip lagen. Daar hebben we eigenlijk maar heel weinig bewijsmateriaal van hoe dat geweest moest zijn. Was er eigenlijk een reden dat al deze slaven specifiek vanuit Afrika werden gehaald? En waarom niet juist uit landen zoals Rusland of zo, of landen die heel erg ver in het noorden zitten? Want als gevolg zijn er bijna alleen maar zwarte mensen op die plantages. Is daar echt een reden voor? Ja. Slavernij was al afgeschaft, dus wil je het opnieuw invoeren, dan moet je dat kunnen goed praten. Je moet het kunnen legitimeren. En wat er in Europa gebeurde, daar werd gezegd, mensen in andere delen van de wereld, die hebben andere religies, dus ze zijn heidenen. En ze zien er anders uit, dus ze zijn anders dan wij. Dus ze werden eigenlijk gedehumaniseerd. Op die manier, als je mensen niet meer als mens ziet, is het veel makkelijker om mee te gaan in een systeem waar die mensen eigenlijk als object werden gebruikt. Dus de koloniale periode is de enige periode in de geschiedenis van de mensheid waarin mensen niet langer meer mens waren, maar object voor de wet. En dat maakt dat het zo'n ontzettend belangrijke periode is om bij stil te staan. Want slavernij bestaat nog steeds, maar het is nu crimineel, het is nu tegen de wet. Dus om het nu te bestrijden is een andere kwestie dan het toen was. En hoe meer we weten over wat er toen is gebeurd en hoe dat heeft kunnen gebeuren, hoe beter we kunnen voorkomen dat het opnieuw gebeurt. Mensen als object gebruiken. Dat is iets wat moeilijk voor te stellen is. Maar daarvoor neemt Valika de leerlingen mee naar een zaal waar het heel erg duidelijk wordt. Hier zie je een halsband,
waarvan het museum lange tijd dacht dat hij voor een hond bestemd was. Onderzoek wijst uit dat hij werd gedragen door een zwarte bediende, die als exotische trofee was meegenomen naar Nederland. Voor deze mensen die uit Afrika naar Europa werden gebracht en eigenlijk werden gebruikt als een soort huisdier of een pronkstuk, in hoeverre konden zij zich vrij bewegen? Ja, dat moet lastig zijn geweest, want ze waren natuurlijk heel erg herkenbaar. Dus terwijl ze voor de wet hier niet geen slaaf waren, konden ze wel heel makkelijk herkend worden. Als je ook nog een halsband hebt waarop staat bij wie je hoort, dan kun je makkelijk teruggebracht worden natuurlijk. En we weten ook van rechtszaken van mensen die verkondigden van er is bij mij een zwarte man weggelopen en ik wil hem terug hebben, want het is mijn eigendom. Er zijn zelfs rechtszaken bekend van mensen die in hun gezicht gebrandmerkt waren om ze herkenbaar te maken als slaaf, om ze terug te brengen. Dus één ding is of de regels het toestonden, een ander ding is of het maatschappelijk toch lukte om mensen anders te behandelen en mensen aan je te binden. We staan hier op de Eregalerij. Dat is de meest beroemde zaal van het Rijksmuseum. En naast de Nachtwacht staat dit schilderij, geschilderd door Bartholomeus van der Helst. De Nachtwacht is een schutterstuk. Je ziet de mensen die Amsterdam verdedigden in de 17e eeuw. En ook dit is een schutterstuk. Heel erg groot, 6 meter breed. En het interessante is dat in het midden van het schilderij een jongen staat die door heel veel mensen over het hoofd wordt gezien. Als je hier staat en mensen vraagt wat zie je, dan gaan ze uitgebreid beschrijven. Ik zie de kleding van die mensen en ik zie die houding en ik zie die hond. En heel weinig mensen, eigenlijk voornamelijk mensen van kleur, die zien dat er in het midden een jongen staat, een Afrikaanse jongen, met een grote rode cape. Het werd totaal niet als belangrijk gezien wie die jongen is. Want van elke persoon op dit schilderij weten we hoe die heette. Het staat er allemaal op. Maar van die jongen is dat niet opgeschreven. Dus hij werd niet gezien als een individu, als iemand die ertoe deed, als iemand wiens naam je ook op dat schilderij zet. En ik denk dat wat de erfenis is die je in musea ziet, is dat musea zijn gebouwd aan het eind van die koloniale periode. Dus ze zijn gebouwd om het verhaal van één kant te vertellen. Dat is wat je op al deze schilderijen ziet. En wat we nu aan het doen zijn, is te onderzoeken wat we nog meer kunnen vertellen aan de hand van die schilderijen. En op die manier hopen we dat heel Nederland zich kan herkennen in dit museum, omdat we steeds een uitgebreider, completer beeld van de geschiedenis geven. In dat licht, zeg maar, zouden we dan nog deze schilderijen hier op moeten hangen? En in hoeverre kan iedereen die hier hangt op de Eregalerij, in hoeverre kunnen we daar nog trots op zijn? In hoeverre is dat nog een eregalerij? Wat we willen laten zien is dat de mens altijd onrecht tegenkomt, altijd voor uitdagingen staat. En wat je daarmee doet, dat vind ik het meest interessante. Dus we hopen daarmee een museum te maken waar je veel meer komt halen dan alleen maar trots of alleen maar schoonheid waar je aan kunt vergapen. Maar dat je ook kunt spiegelen aan, zo hebben deze mensen zich erdoor gevochten. En dan kan ik het ook. Dus als je eraan denkt van nog steeds van hoe de slavernij, hoe erg het wel niet zou zijn geweest. Probeer je maar voor te stellen hoe ze zijn als jij daar doorheen moet leven. Het is niet normaal hoe bizar dit eigenlijk is in je hoofd. En het is heel raar dat je hieraan dat dit überhaupt een onderwerp is waar je aan kan denken. En ook met die kunstwerken. En dat brengt het nog meer tot leven, zeg maar. En ik vond Lieke ook heel aardig. Het was fijn om te interviewen. Heel veel informatie ook. Ik heb er geen directe pijn van in mijn hart of zo. Het is niet dat ik me persoonlijk voel geschonden. Je wordt er toch een klein beetje, niet boos, maar geprikkeld van. Want je wilt opnemen voor jouw voorouders en zo. Ook hoe Valika het zei van, we hoeven ons er niet schuldig over te voelen, omdat wij een andere generatie zijn. Maar we kunnen dan wel, zeg maar, er aandacht aan besteden en zo. En ik vind dat dat nu nog te weinig gebeurt. Ik wil ook dat andere mensen, vooral met deze documentaire die we hebben gemaakt, ik hoop dat andere mensen hiervan leren en dat ze inzien dat ze eigenlijk maar heel weinig weten. Ik hoop dat ik andere mensen hiermee ook wakker kan maken. Zeg maar.